De openbare begraafplaats Mariënburg is gisteren overgedragen aan de samenleving aldaar. Deze nieuwe begraafplaats is ter vervanging van de overvolle oude. Op de nieuwe plek is er ook een aula en zijn er sanitaire voorzieningen getroffen. Het project is mogelijk gemaakt door de groep Javanen in diaspora onder leiding van Edward Rijo Pawero, die via Facebook geld heeft ingezameld om de begraafplaats aan te leggen. John Casjo heeft het project verder gecoördineerd en leiding gegeven aan een vrijwilligersgroep om de begraafplaats in orde te maken. Casjo zegt dat hij het project uit heel zijn hart heeft gedaan. Dit gezien hij de bewoners van Mariënburg een menswaardige laatste rustplaats wil geven. Mariënburg telt 4000 mensen. En slechts niet meer dan 30 mensen hadden geloof erin. Dat het mogelijk kon. En met deze 30 mensen, die me elke dag hebben ondersteund, hebben we samen dit bereikt. En ik wil in feite een groot applaus voor deze 30 mensen, die samen met de DC dit gerealiseerd hebben. Dus hebben uitgevoerd. Nogmaals, ja, en daarvoor een applaus voor die 30 mensen. Ik zeg altijd, jarenlang zaten we met het probleem van een overvolle begraafplaats. En we zagen allemaal hoe onze mensen van Mariënburg op een bizachtige manier werden begraven. Iedereen ging klagen. Mensen komen, klagen, klagen. Maar ik heb één ding geleerd in het leven. Minder klagen. Zo min mogelijk klagen. Maar ga nadenken. Wat voor bijdrage ik kan leveren om, niet het probleem, maar om een uitdaging aan te gaan om datgene die ons telkens herinnert, ja, wanneer we dood zouden gaan, om die aan te pakken. En ik ben die uitdaging aangegaan. En daardoor, het maakt je scherp. Ja, je moet zaken niet zien als een probleem, maar het is een uitdaging. Remy Polak, districtscommissaris van Kommerwijnen, heeft 2 hectare grond beschikbaar gesteld voor de nieuwe begraafplaats. De lokale gemeenschap, het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de diverse geloofsovertuigingen hebben allen een steentje bijgedragen om het project te ondersteunen. Polak is trots dat er zo goed is samengewerkt om de begraafplaats te realiseren. Vanaf 2010 klaagt men op New Amsterdam, op Tamarillo, op Mariënburg, over de begraafplaatsen die vol zijn. Ik ben toen in 2014, juni 2014, ben ik begonnen als districtscommissaris. En ik zeg, we gaan ze aanpakken. Omdat onze geliefden die we naar hun laatste rustplaats willen brengen, dat het menswaardig moet zijn. We hebben gezien op Tamarillo werden mensen langs de weg begraven. New Amsterdam, op elkaar. Hier, in water. En ik zeg nee, we gaan alles aanpakken. We hebben geen geld om dat te doen. Maar we weten dat als wij samenwerken. En toen ben ik begonnen met een idee en zeggen, Kommerwijnen, Egidoe. We zeggen, wij kunnen het zelf doen. We hoeven niet op Paramaribo te wachten. Wij kunnen het zelf doen. En we zijn begonnen op New Amsterdam. We hebben daar uitgebreid. We zijn hier gekomen. En ik heb met meneer Casjo gesproken. En hij zegt, deze, als ik een terrein vind, komt het in orde. En ik heb mijn stoute toen aangetrokken. En ik zeg, wijs me ergens aan en ik geef je. En ze hebben hier aangewezen. En ze zeggen, we starten. En we zijn gestart. Districtscommissaris van Kommerwijnen, Remy Polak. De openbare begraafplaats Mariënburg is gisteren overgedragen aan de samenleving aldaar.